Een heel belangrijke aspect van vruchtenproductie is om balans tussen voortplantingsgroei en vegetatieve groei te handhaven. Een boom wat te vegetatief is, is in een gelukkige staat. Baie blare en loote groei daaraan en dit het nie die behoefte om nageslag of anders gestel baie saad voort te brengen. Die teenoorgestelde boom wat nie groei nie, wat belemmerd is, sal baie blomme voortbring. Dit het een sterk behoefte aan preservering. Dit wil baie nasate voortbring, voordat dit doodgaan. Dus, vir hierdie balans tussen vegetatieve en voortplantingsgroei is daar een aantal technieken wat die boer kan gebruiken. Ons kan die correcte snoeitechnieken gebruiken, die correcte wortelstok gebruiken, die boomring, takbuig boomleiding soos in die soulik stelsel gebruik, in die somersnoei en chemische groeivertragings gebruik. Ander methodes sluit in wortelsnoei, wortelbeperking en beperkte bemesting en besprinkeling. Sedert die begin van professionele appel- en peerproduksie is verskeie technieke ingespan om buitensporige loodgroei te voorkom. Verskillende soorte verdwergingswortelstokke en entlote was beskikbaar in die besonder vir appels en pere. Verskillende cultivars het ook aansienlike loodlewenskrag getoon. Een Granny Smith is bijvoorbeeld baie meer lewenskragtig as een breiburnboom. Die eerste methode vir groeibeheer is om die korrekte onderstam te selekteer. Onderstamme kan lewenskragtigheid in geweldige mate beheer. Sodra ons die rechte onderstam het, maar daar is nog buitensporige lewenskragtigheid, dan kan ons begin kyk na die ander kunsies tot ons beskikking. Een daarvan is beringing, waar ons een mes of saaglem neem en die bas reg rondom die stam ring. Dit word gewoonlik in die bloeityd gedoen of tot 6 weke agterna. Dit het nie een geweldige uitwerking op die vermindering van die lewenskragtigheid nie, maar dit neig om vrugvestiging te verhoog, want jy plaas die boom onder druk tydens daardie baie kritieke blomtydperk. Weens die boomse behoefte aan selpreservering, neig dit om meer vrugte te vorm. Een van die werklike goeie hulpmiddels vir groeibeheer is takbuiging. Indien een tak tot onder die horisontale lijn gebuig word, sal die groei van hierdie tak dramatisch vertraag word. Dit word in die Solex leidingstelsel gebruik en een van die voordele van hierdie leidingstelsel is dat dit lewenskragtigheid laat afneem weens die buiging tot onder die horisontale lijn. Chemiese produkte word ook gebruik om lewenskragtigheid te beheer. Verskeie chemikalie is met die verloop van tyd gebruik. Vandag word Regalis die algemeenste gebruik. Dit doen baie goeie werk as 'n groeivertrager. Dit word in 'n volblomtyd aangewend en 5 weke later herhaal. Dit verminder nie die aantal blare aansienlik nie, dit verkort net die stingelitte van die tak. Hierdie boom is met 30% bloeisels aan met Regalis bespuit en toe weer 5 weke later. Die uitwerking van Regalis is baie van hierdie kort takkies ooral en een mens sien baie duidelik die baie kort stingelitte waar Regalis aangespuit is. Dit word op die boom gesproei en affekteer slechts die dele van die boom waarmee dit in aanraking kom en is binnen 5 weke uitgewerk. Dit verminder wintersnoei aansienlik en somersnoei is onnodig wanneer Regalis gebruik word. Daarom word die moontlikheid van sonbrand in hoë mate verminder. Somersnoei is nog 'n metode wat gebruik word om boomgroei te reguleer en is baie doeltreffend met die beheer van buitensporige lewenskragtigheid. Hoe vroeger in die somer gesnoei word, hoe beter. Dikwels word geringe somersnoei werk terselfde tyd as uitdinge gedoen wanneer waterlote met die hand uit die boom verwyder word. Sorg dat daar nie op die warmste somerdae gesnoei word nie, want die verwydering van lote ontbloot die boom en stel vrugte aan die boom aan sonbrand bloot. Wortelsnoei word hoofsaaklik in Europa toegepas. Baie min wortelsnoeiwerk word in Suid-Afrika gedoen om groei te beheer.
Dus, die algemene doelwit van beheer van die groeipatrone van die boom is om vegetatieve groei en vrugvorming voldoende in balans te brengen. Door die correcte methodes te gebruiken, het die boer die hulpmiddels om die groeipatrone van die boom te beheer en elke jaar een goede oes van gehalte vruchten te leveren.